Voorzitter, we wijzigen de gaswet om ervoor te zorgen dat minder vraag naar Gronings gas ook daadwerkelijk leidt tot minder gaswinning in Groningen. En daarmee is deze wetswijziging een extra waarborg voor de veiligheid. D66 wil dat bij de vaststelling van de operationele strategie de veiligheid van omwonenden zwaarder weegt dan de veiligheid in relatie tot leveringszekerheid. En daarvoor heb ik vorige week een motie ingediend. D66 wil ook dat de besluitvorming over de hoogte van de gaswinning transparant en navolgbaar is, zodat iedereen kan beoordelen hoe de minister de verschillende typen veiligheid tegen elkaar heeft afgewogen. En daarvoor hebben we vorige week met meerdere fracties een amendement ingediend. En de minister heeft op beide voorstellen positief geadviseerd. Waarvoor dank. Voorzitter, vorige week ontstond rond 0:20 enige ophef toen de indruk werd gewekt dat de kosten van de 6000 oude schadegevallen al onder de nieuwe kostenverdeling tussen de staat en Shell en Exxon zou vallen. De NAM heeft, in mijn eigen woorden, dan jarenlang de schadeafhandeling getraineerd en zou vervolgens worden beloond met een lagere rekening. En dat leek me onbestaanbaar. In het debat vorige week zocht ik even naar de woorden en ik heb het toen heel netjes uitgedrukt met het woord spijtig. In de brief van 3 juli over de financiële effecten van het akkoord op hoofdlijnen wordt niet heel expliciet antwoord gegeven op dit punt en daarom de volgende checkvraag. Heb ik de brief goed begrepen als ik zeg dat de minister nu aangeeft dat de oude schades gewoon onder de oude verdeling vallen en dat deze betaald worden uit de 1,4 miljard die de NAM al eerder al had gereserveerd? Voorzitter, het Financieel Dagblad berichtte op 2 juli dat de garanties van Shell en ExxonMobil in het akkoord op hoofdlijnen slechts beperkte zekerheid bieden voor de kosten van schade en versterken. En de minister schrijft in zijn reactie op dit bericht dat de gegeven garanties pas aan de orde komen als NAM niet meer aan haar financiële aansprakelijkheid kan voldoen. Ik begrijp dat hij dat zegt, maar die garanties zijn er nou juist ook om ervoor te zorgen dat als het misgaat, er duidelijke afspraken liggen en we niet dan opnieuw moeten discussiëren over hoe we dat gaan oplossen. Welke verplichting is er verbonden aan het, tussen en een quote, toezien op? De minister schrijft ook dat hij zich ervan heeft verzekerd dat nu en in de toekomst Shell en Exxon de garanties kunnen dragen. Biedt dit harde garanties op het moment dat het nodig is of moet hier dan weer opnieuw over worden onderhandeld? En wat betekent het dat de NAM voorzieningen treft? Kan daar concreter op worden ingegaan? De garanties tellen tot het einde van de gaswinning en voor de periode daarna zal opnieuw moeten worden gesproken. Hoe en wanneer gaat de minister dit uitwerken en hoe wordt de Tweede Kamer hierbij betrokken? Voorzitter, ik zie een interruptie. De heer Van der Lee. Dank u wel, voorzitter. Het zijn allemaal hele terechte vragen die de heer Jetten stelt over de garanties. Maar heeft hij niet met mij de indruk dat het akkoord nou juist zo is opgezet dat de winstgevendheid van de NAM voortdurend geborgd is, zodat die garanties nooit aangesproken hoeven te worden? En dat die insteek van het akkoord dit akkoord ook juist vrij dubieus maakt. De heer Jetten. Nou, voorzitter, ik heb de minister vorige week toch wat anders horen antwoorden. Een deel van de nieuwe afspraken moet ervoor zorgen dat NAM überhaupt gas kan blijven winnen, ook als we heel snel aan het afbouwen zijn met die gaswinning. We willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk naar nul, maar we hebben ook een periode gewoon nog een beetje gaswinning in Groningen nodig als sluitstuk voor onze energiebehoeften. En de minister heeft vorige week volgens mij heel helder uitgelegd dat met dat snelle afbouwpad gaswinning op een gegeven moment niet meer rendabel wordt en een andere kosten- en opbrengstverdeling nodig is om dus überhaupt nog die gaswinning op een fatsoenlijke manier te kunnen afbouwen. Dus volgens mij heeft de minister dat vorige week wel helder uitgelegd. Gaat u verder. Voorzitter, ik ben al bij mijn laatste punt. Ja. De Tweede Kamer heeft gistermiddag uitgebreid met de minister van Financiën gesproken over de voorjaarsnota. En daar kwam ook de financiële impact van het akkoord op hoofdlijnen ter sprake. Mijn fractie heeft er begrip voor dat het kabinet met zo'n historisch besluit niet van de een op andere dag alle financiële consequenties volledig inzichtelijk kan maken. En het afbouwpad hangt daar natuurlijk mee samen en dat heeft veel verschillende factoren die dat kunnen beïnvloeden. Deze minister heeft in het vorige debat van vorige week toegezegd rondom Prinsjesdag met een integraal kostenplaatje te komen. En ik wil hem ook dat de tijd gunnen tot dat moment om die hele financiële situatie inzichtelijk en transparant te maken. Maar ik heb daar nog één vraag over, voorzitter. Kan de minister toezeggen dat hij in die brief bij Prinsjesdag inzicht geeft in wat het oude gaswinningspad voor financiële effecten had en wat het nieuwe gaswinningspad voor financiële effecten heeft? Want dan kunnen we die twee ook goed met elkaar vergelijken. En ik denk dat we dan als Kamer bij Prinsjesdag ook tot een goede integrale beoordeling van het akkoord op hoofdlijnen kunnen komen. Dank u wel. Korte vraag, de heer Nijboer. Dank u wel, voorzitter. Ik vind hele goede vragen van collega Jetten. Ik snapte alleen één punt niet. Dat hij begrip had voor de minister dat hij niet allemaal het inzicht had in de financiële consequenties en hoe het allemaal zat. Terwijl ik zou zeggen, als je je handtekening zet onder zo'n akkoord, dan moet je dat toch wel allemaal weten. Het gaat om miljarden aan belastinggeld.
Voorzitter, dan laat me dan iets preciezer formuleren. Want dat is dan denk ik wel goed dat de heer Nijboer mij dat vraagt. Wij hebben denk ik de afgelopen weken steeds meer duidelijkheid gekregen over die financiële impact. De brief die we volgens mij voor de eerste termijn al ontvingen, laat daar ook een mooie eerste doorkijk op zien. Ik heb ook in die eerste en tweede termijn gezegd, ik wil wel nog meer weten. Maar ik begrijp dat dat niet zo snel kan met alles wat op dit moment in ontwikkeling is op het gasdossier. Maar ik vind Prinsjesdag wel echt het moment waarop wij als Kamer integraal dat akkoord op hoofdlijnen en de financiële impact moeten kunnen beoordelen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, meneer Nijboer. Dank u wel, voorzitter. Ik blijf dat toch wel gek vinden. Want ik had eerst gevraagd, omdat het budgetrecht bij de Kamer ligt, hè, geef het ons vooraf als parlement. Nou, dat is weggestemd, dus de minister kon zijn gang gaan. Maar als je het dan sluit en je hebt het nog niet op orde, dat is toch heel erg raar. Het is toch heel erg raar dat de minister tot Prinsjesdag moet doen om de Kamer te informeren. En dan stapsgewijs dat er af en toe een flart aan informatie, na aanleiding van Kamervragen, naar de Kamer komt. Ja, voorzitter, nogmaals, mijn fractie gunt het kabinet die tijd om dat bij Prinsjesdag goed in kaart te brengen. En de heer Nijboer en ik hebben vorige week een kort interruptiedebat gehad, waarin we samen constateerden dat we als Kamer bij Prinsjesdag het definitieve oordeel kunnen vellen. En voorzitter, tot slot, als u mij toestaat, want ik heb één ding vergeten te zeggen. De heer Van der Lee heeft één amendement gewijzigd. Ja. Die gaat over winning rondom het Waddengebied. Door die wijziging van het amendement kan mijn fractie ook dat amendement steunen naast de amendementen die we vorige week al bespraken.